De Vrijdag Vuurwerkshow. Iedere vrijdag, net iets voor 5:30, dan bel ik even met iemand die deze week iets bijzonders gaat doen of beleven in het weekend van de week. En deze week heeft dat alles te maken met Sinterklaas. Want ja, morgen is het zover. Dan komt hij vanuit Spanje weer met de stoomboot naar ons koude kikkerlandje, naar ons mooie Nederland. En Sinterklaas heb ik het over. En degene die daar al jaren op de kade staat, dat is Rachel Rozier. Morgen om 12 uur op NPO Zeppelin, dan gaat het gebeuren. En Rachel, die heb ik aan de lijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Rob. Je hebt er zin in, hè? Ik heb er zeker zin in. Ja, ik vind dit het prachtigste feest van het jaar. Ja, nee, ja, dat is het ook. Zeker. Ik ook. Ik heb er ook heel veel zin in. Ja, ja, wat mensen niet weten, ik zit ook in het Sinterklaascomité van Vianen. En het was erg leuk, want jij was erbij ook met de cameraploeg. We hebben elkaar even gezien. Ja, we hebben elkaar getroffen inderdaad, Rob. Dat is leuk. Deed ik het een beetje goed op beeld? Nou, ik vond jou heel professioneel vooral. En ja, heel geloofwaardig. En ja, ik vond dat je het fantastisch deed. Heb je er zin in om jezelf straks terug te zien in het Sinterklaasjournaal? Ja, ik kan niet wachten. Maar ik krijg ook van alle kanten allemaal reacties van mensen die zeggen... Je zit erin! Geweldig! Ja, maar dat is natuurlijk ook een hele eer. Ja. Toch? Hoe voelt dat als jij daar staat? Want ik kan me voorstellen, dan je doet het al jaren... maar dan komt die stoomboot om de hoek, dan zie je hem. Wat denk je dan? Nou ja, kijk, het grote probleem is altijd dat je niet weet of die echt om de hoek gaat komen. Dus nee. Het is altijd weer spannend. En er zit ook niet echt een leercurve in, lijkt het soms. Maar elke keer is het natuurlijk weer de vraag of die stoomboot gaat aanmeren. Dus dat maakt het vooral spannend. En als die dan de hoek omkomt, dan ben ik vooral opgelucht. Ja. Ja. En dan nog even, hoe gaat het met Sinterklaas? Want jij zit natuurlijk dicht op het vuur, maar ik heb die beste man... die lag gisteren in de gang van de stoomboot. Er lijkt van alles mis mee te zijn. Heel heftig. Ja, heel heftig. Daar schrok ik ook van. Kun jij iets van goed opbeurende woorden? Kijk, zometeen om 6:00, over iets meer dan 30 minuten... dan gaan we natuurlijk weer de aflevering kijken. Maar ja, weet jij iets meer? Ja, kijk, ik heb gisteren de aflevering gezien. Toen lag hij tussen de banketstafel, wat ik best wel... Ja, best wel heftig vond. Nou, van de kook. Dus dat is. Ja, ik weet. Ik heb eigenlijk ook niet meer informatie dan dat hij zich echt niet lekker voelt. Nee. En dat we natuurlijk hopen dat hij zaterdag weer helemaal de oude is. Ja. Maar ja. Ja, ik ken Sinterklaas ook al een tijd. En vaak komt het uiteindelijk toch goed, blijkt iets heel anders te zijn. Maar ik moet toch zeggen dat ik hoop het maar. Dit jaar is het wel extra spannend. Ja, dat vind ik ook inderdaad, ja. Nou, ik hou je niet langer op, want jij bent al in Vianen voor morgen. Is hangende versiering, is alles er helemaal klaar voor? Nou, het is een stad. Ja, ik heb echt wel heel veel Sinterklaasversiering gezien. En ik heb al wat Sinterklaas liedjes gehoord. En mensen die al langs die hekken staan. Die hekken staan er ook allemaal al klaar voor. Dus we gaan straks de route even lopen. Zodat we zeker weten of alles gereed is. Dus we zijn nog druk. En dan is het morgen de grote dag. Ja, heel spannend. En leuk. De intocht van Sinterklaas. Morgen om 12:00 op NPO Zeppelin. En Rachel Rozier die staat weer met de microfoon op de kade... om alles in goede banen te leiden. Ik ga voor je staan, want namens de NPO, de Avotros en 3FM... heb jij het weekend van de week. Zitten mensen, rustig zitten. Rachel, hartstikke veel plezier en doe Sinterklaas de groeten van mij, als je wil. Zal ik doen, zeker, zeker. Dankjewel, Rob. En wat zou je willen zeggen tegen iedereen die nu luistert? Nou, er is maar één ding dat ik zou willen zeggen en dat is... bij zijn is meemaken.